Breda Nu. Je weet het meteen. Hoe staat het met de plannen rondom het nieuwe museum in Breda? In de Avenue werd een bijeenkomst belegd door de Gouden Cirkel, waarin de stand van zaken werd gepresenteerd. Het Breda's Museum sluit op 31 december. Dan gaan de deuren van het museum dicht. Dat betekent dat er dan geen tentoonstelling meer te bezoeken is. Dat wil overigens niet zeggen dat er op dat moment niet nog gebruik gemaakt wordt van de depots. Als daar nog spullen liggen en het pand nog niet naar een nieuwe eigenaar of gebruiker toe is, dan kan dat gewoon gebruikt worden. En datzelfde geldt natuurlijk voor het Stadsarchief wat daar gehuisvest is en de afdeling archeologie. Ondertussen zijn wij bezig om te kijken naar een nieuwe invulling van het pand van de parade. We hebben daar als gemeente, want wij zijn eigenaar van het gebouw, hebben een eerste consulterende ronde in de stad gedaan. Dat heeft heel veel bezoekers opgeleverd. Die zijn komen kijken in het pand van wat zijn de mogelijkheden. En wat wij nu weten is dat er afgelopen weekend er in totaal zo'n 12 plannen zijn binnengekomen. Vaak door meerdere betrokkenen met elkaar samengevoegde plannen met ideeën wat er allemaal zou kunnen. Die hebben we nog niet inhoudelijk beoordeeld. Dat gaan wij nu deze zomer doen om te kijken van hoe zit dat financieel, want dat is natuurlijk een thema. Maar met name ook hoe zit dat inhoudelijk. Wat levert dat voor toegevoegde waarde voor die plek, dat pand? Hoe verhouden ze zich tot bijvoorbeeld het archief of archeologie wat erin zit? Wanneer zou dan het definitieve plan bekend moeten raken? Ergens in de loop van 2017. En wat ons betreft als gemeente zo snel mogelijk hopen wij nieuwe invulling te hebben van het pand. Het nieuwe stedelijke museum krijgt ondertussen inhoudelijk steeds meer vorm. Kijk, het nieuwe museum krijgt zijn hoofdlocatie aan de Bosstraat. Maar juist vanuit de grote thema's van de geschiedenis van de stad. Hè, zoals je hebt de militaire stad en je hebt de Breda-Nassau-stad en Breda kruispunt van religies. Die thema's die willen we op mooie plekken in de binnenstad museaal gaan ontsluiten. Dat doen we onder andere op het Begijnhof. Daar gaan we een nieuwe museale presentatie willen we daar ontwikkelen. Wordt dat in dat kerkje daar dan? Ja, dat wordt eigenlijk achter de Waalse kerk. Hè, in twee Begijnhof. Huisjes is de bedoeling dat daar het verhaal kruispunt van religies verteld gaat worden. En een tweede belangrijke locatie is de Grote Kerk, hè, Breda-Nassau-stad. Ja, dat willen we samen met Stichting de Grote Kerk vooral in de Grote Kerk laten zien. En ziet u ook iets in het plan wat met name vanuit de inspraak bewoners hier vandaag gekomen is om bijvoorbeeld een grote industrieel pand als de machinefabriek of de Faam of noem maar op, om daar ook nog iets te laten zien aan de stad. De gevangenis is natuurlijk zeer populair al gebleken, het koepelgevangenis afgelopen jaren. Ja, nou ja, die suggestie die hier vanavond werd gedaan, hè, om nog een extra pand in de spoorzone erbij te krijgen, ja, dat spreekt zeer aan, dat zou ook goed passen. Alleen ja, de werkelijkheid gebiedt wel te zeggen dat we op dit moment daar niet de budget voor hebben en de gemeente ook niet. Maar het past wel heel goed in het vertellen van de verhalen van de stad. Want zoals hier de suikerindustrie en de Faam en Quatta en Hero en de machinefabriek. Is dat dan commercieel buiten door een of andere bedrijfsmatige aanpak? Nou ja, misschien wel. Voor een deel zou je daar de museumexploitatie op zo'n locatie zou je daar misschien uit kunnen financieren. Maar kijk, voordat je zo'n oud fabriekscomplex, want daar heb je het dan over, voordat je dat helemaal opgeknapt hebt en ook duurzaam voor het publiek weet open te stellen, ja, dan moet er heel wat geld door de marken heen of door de A. En dat geld is er voor ons nog niet. Maar daarvoor zou je ook een beroep kunnen doen op het bedrijfsleven.